SPA Boegbeeld en Antwerps burgemeester Patrick Janssens wil de ooglap verbieden in alle openbare stadsdiensten. Oorzaak is een klacht van een inwoonster tegen een loketbediende wegens ongewenste seksuele intimiteiten. Burgemeester Janssens was onbereikbaar voor commentaar, maar we hebben een verbinding met Georges Krombé, de loketbediende die in de klacht wordt geviseerd. Meneer Krombé, welkom. Goedenavond. Kunt u kort uitleggen wat er precies is gebeurd? Oh, komt een madame van Marokkaanse afkomst, gesluierd, nota bene. En die zegt dat ik uitdagend naar haar zagen knipoogd hebben. Kom op, hè. Is niet waar. Is niet waar. Het was een visvergunning kwam halen. Allee, zeg. Ik heb hoogstens misschien eens geknipperd tegen het licht. Burgemeester Janssen stilt wel zwaar aan de klacht van de vrouw en wil het dragen van de ooglap nu verbieden. Ik citeer zijn woordvoerder. Het stadsbestuur moet met de gevoeligheden van alle burgers rekening houden. We moeten daarom alle vestimentaire symbolen die aanstoot zouden kunnen geven uit de dienstverlening weren. Wat vindt u van die maatregel? Broertroef. Dat is broertroef. Die Patrick Janssens, die weet niet wat een roze oor kost. Dat kan ik niet betalen met mijn prij. Bedankt, meneer Krombé.